In Heerenveen stonden SVN 69 en Hoogeveen zaterdag tegenover elkaar. Beide ploegen verloren vorige week de eerste competitiewedstrijd en wilden dus vandaag iets rechtzetten. Chris Timmerman gaat Joy Eising voorbij. Komt de voorzet en die wordt weggebokst door doelman Raymond Slot. Gaan naar de 7e minuut. Hartman in de basis gestart. Op Ruben de Haas komt de bal voor, maar die bal belandt recht in de handen van doelman Klaas Schra. Ja, Hoogeveen is dan zoekende in die fase. Ja, zitten we in de 10e minuut. En dan een ongelukkig moment voor Chris Timmerman. Hij struikelt op het zware veld met het hoge gras overigens ook. En ja, raakt zwaar geblesseerd en moet het veld verlaten. Dan weer Hoogeveen. Balverlies. Goed onderschept door Ruben de Haas. Komt het schot van Ruben de Haas. En die gaat over het doel van doelman Klaas Schra. 20e minuut. Vreeling. Komt de bal bij Lindhorst. Die haalt dan uit. En het is opnieuw Schra die de bal over het doel tikt. En dan is het Anton Beek. Oh, die gaat in de fout. En is het Marcel Lindhorst. Ja, die moet dan toch scoren. Maar nee hoor, dat doet Lindhorst niet. Het is Harm Jaap Knol die de fout van Beiker herstelt. 34e minuut, Jesse de Haas. Prachtige bal. Uiteindelijk belandt die bal bij Geert-Jan de Blecour. Oh, die krijgt een uitstekende mogelijkheid. Maar ja, de Blecour is geen spits en laat dat hier ook zien. Ja, Hoogeveen was de hele wedstrijd wel het gevaarlijkste zonder dat het heel goed speelde. Ruben de Haas. Mooie bal op zijn broertje Jesse. Die trekt die bal voor. En dan is het Lindhorst die de bal tegen de rug van Leon Wessel opschiet. Pech voor Hoogeveen. Laatste moment in de eerste helft. Opnieuw Marcel Lindhorst. Wederom van afstand. En die bal die schampt nog de buitenkant van de paal. Gaan we naar de tweede helft. Hier overtreding op Ruben de Haas. Krijgt Hoogeveen vlak naar rust een vrije trap. Marcel Lindhorst achter de bal. Maar die bal gaat over. Ja, Lindhorst die nam de vrije trap. En bij afwezigheid van Guido ten Katen. Die met een hamstringblessure moest toekijken. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Hoge bal. En dan is het uiteindelijk doelman Rummel Slot die bal heeft. En een tikkie krijgt van Wouter Westenbrink. Maar het viel allemaal mee. Corner. Kwartier gespeeld in de tweede helft. Komt daar de vrije kopkans. En die gaat over het doel van Hoogeveen. Maar daar ontsnapt Hoogeveen dan toch even. Uur gespeeld. Devlin Hartman. Goeie voorzet. En dan timed de Saroni Vreeling net verkeerd. Goeie bal van Devlin Hartman. Die vandaag in de basis mocht starten. Jesse de Haas. Ontspeelt zijn tegenstander. De voorzet. Lijkt de bal te worden uitverdedigd. Is het Ruben de Haas. Brian Lepel. Ruben de Haas. Dit lijkt erop. En dan Saroni Vreeling. Ai. Ja, die heeft u wel eens beter geraakt. En dan toch even weer de thuisploeg. Komt de bal bij Dennis van der Veen. Voorzet. En die wordt net op tijd uit het doel getikt door Raymond Slot. Ja, goed voetbal was eigenlijk niet mogelijk op dit veld. Inzet de Blecour. Devlin Hartman. En die bal die zwabbert naast het doel. En zo blijft Hoogeveen dus maar steken op die 0-0. Nou, hier opnieuw een vrije trap. Lintel was weer achter de bal.
Legt hij wel goed terug op Jesse de Haasdorf. Die moet het toch worden. Reddingkeeper. Dan is het Devlin Hartman. En dan is het opnieuw doelman Klaas Scha. Die zijn ploeg op de been houdt. Maar wat een enorme kans voor Hogeveen. In de tegenstoot. SVN. Komt de bal voor. Is het Jeroen Westenbrink. En die kopt de bal op de lat. En zo is het Hogeveen dat weer ontsnapt. En dan zitten we even in een boeiende fase qua kansen. Dubbele koer. Komt de bal aan de rechterkant van het veld bij Jesse de Haas. Komt de bal voor en dan is het Marcel Lindhorst. Ja, die te klein is en de bal niet voldoende richting mee kan geven. Zitten we in de slotminuut. Een schot dat de buitenkant van de paal schampt van SVN. Laatste wapenfeit van de wedstrijd. Lindhorst lijkt de bal te verspelen. Maar er is het daar Ruben Haas. Ja, die wordt op zijn hakken getikt. Terecht de gele kaart en een vrije trap voor Hogeveen. Ver in de blessuretijd. Ja, nu mag het raden. Opnieuw Marcel Lindhorst. Ja, en helaas ook hetzelfde resultaat in de handen van doelman Scha. Ja, en zo wint Hogeveen opnieuw niet. Pakt het wel het eerste punt. En wordt het 0-0 in Nijenveen. En treft het volgende week thuis SCN uit Nieuwlanden.